Zou hij nu bijvoorbeeld hier een nieuwe opening voor mij kunnen maken? Kijk, hij schiet hier wel keihard op. Ja, nice! Yo, Nintendo fans! Vandaag spelen we weer nieuw Pokémon Snap. Dat doen we tegenwoordig bijna elke dag. Dus als je dat wil zien, abonneer even. En we gaan onder water. Diep in de zee. Diep in de zee. Zien we hier vissen. Denk ik misschien wel. Magikarp, hoi. Hallo, Magikarp. Hallo, Love Disky, hallo. Hoe is het met Love Disky dan? Oh, wacht even. Wacht even. Professor praat. Oké, professor is gestopt met praten. Hallo, Corsolaatje! Ja, Corsola die hadden we al. Die moeten we niet hebben. Wacht even, we moeten een nieuw Pokémon zoeken. Oh, hier is nog wel een leuke Corsola. Die is lekker dichtbij. Misschien krijgen we lekker veel puntjes voor. Love Disky ook. Hoppakee. Oké, Love Disky is een nieuw Pokémontje. Wat is dit? Hier is een Grotteroni. Hier is een Grotteroni, jongens. Wacht even, we moeten wel iets scannen. Wat is dit? Wat is dit? Er is iets... It looks like there are Pokémon hidden... Ja, oké. Ja, top. Helemaal leuk. Ik zie inderdaad Finians. Oh, Luminion. Yo! Luminiantje. What upie? De evolutie is hier ook gewoon van Finian. Nou, je bent wel mooi. Het is wel een mooi Pokémonnetje, hoor. Ja hoor, zeker wel. Zeker wel. Love Disky, lekker aan de chillen hier zo. Oh, ik moet weer iets scannen. Wat moet ik nou weer scannen? Wat moet ik nou weer scannen? Daar? Oh, een Crystalbloompie. Oh. En een dode Luminion. Hallo? Hallo, word eens wakker. Luminion, wat ben je nou aan het tukken daar, jongen? Word eens even wakker. Hallo? Ja, kijk. Hij is wakker. Oh, hier zit er eentje voor onze neus. Oh, hij is geschrokken. Hij is geschrokken. Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Waar ga je heen? Waar ga je heen? En daar is ook een Wilmer. Die chillt met Octillery. Oh, oké. Oh, je hoeft niet zo te schreeuwen tegen Octillery, jongen. Je maakt hem helemaal bang, joh, Wilmer. Doe eens rustig, joh. Hé, Bolle Jan, doe eens rustig. Een beetje Octillery te laten schrikken. Yo, weer nieuwe Sharpedo's. Die zijn er genoeg hier zo in deze wereld, in deze onderwaterwereldjes. En op het strand en op het rif. Sharpedo's vinden we echt genoeg. Wat is die aan het doen, jongen? Wat is deze Wilmer aan het doen? Ben je aan het sjouwen, vriend? Hier, heb je appel? Heb je honger? Nee? Oké, nou dan ga ik even verder kijken. Oh, wacht, hij maakt een geluid. Ik ben net te laat. Ik heb echt al zoveel Sharpedo-foto's gemaakt nu. Eens even kijken hoor, wat komen we nog meer tegen hier onder het watertje? Oh, we gaan hier tussendoor. Oké, cool. Oh. Laat me met rust, Sharpedo's. Eens even kijken. Hey, Quillfishy. Hallo, Quillfishy. Hoi. Oh, niet zo boos worden, jongen. Niet zo boos worden. Hier, heb je een appel. Hier. Ik ben... Oh. Waar ga je naartoe? Doei. Ah, die Quillfish ging diep de underground in, jongens. Oh, hier is er nog één. Wat nou als ik muziek laat afspelen? Nee, dan gebeurt er gewoon niks. Wow, Tentacruel! Oh, eerst even deze Quillfish nog. Die kijken zo boos! Reageren jullie op... Ja, jullie reageren sowieso op sonars. Kijk, heel vet! Kijk, dan gaat het lichtje aan bij hun. Oh, dan gaan ze ook rondjes draaien en zo. Oh, lachen dit. Ik ben benieuwd wat we daar nog mee kunnen doen. Ik denk dat die Tentacruel nog wel een showtje gaan opvoeren voor ons. Hierboven is er ook nog één. En allemaal Mantines hier trouwens. Die wil ik ook wel even vastleggen. Nog één keer, Tentacruel. Nog één keer. Oei. Er zijn wel echt superveel Tentacruelies hier. We mogen wel blij zijn dat al deze Pokémon ons niet aanvallen. Anders hebben we echt een groot probleem. Gelukkig is het geen Pokémon game waarin je aangevallen wordt. Nou, dan moeten we weer door naar de fotoselectie. Ah, kijk. Deze Luminion kijkt alsof hij je wilt verleiden. Hij kijkt echt zo... Ah. Ik zie jou wel zitten. 3 sterren Wilmer. 100.000 Sharpedo's. Quillfishy. Tentacruely. En heel veel Mantines hier. Ben benieuwd. Gaan we gelijk naar level 2? Dat zou heerlijk zijn. Eens even kijken hoe de professor onze foto's beoordeelt hier van de onderwaterwereld. Magikarp was geen mooie foto blijkbaar. Love this. Dit is wel gewoon een prima foto toch, jongens? Toch? Ah, net geen diamond. Oké. Corsola hebben we ook een nieuw recordje mee. Nice. Finian, ja, dat was niks. Luminion, ja, dit moet wel diamond zijn. Kan niet anders dan dat dit diamond is. Ja, lekker. Wilmertje, een nieuwe Pokémon ook. Dit is denk ik niet diamond, dit is denk ik zilver. Oh, dit is wel diamond. Oh, lekker. Heerlijk. Oeh, deze Sharpedo-foto was bijna beter. Maar echt bijna. Quillfish, dit is sowieso diamond, toch? Die zit mooi in het midden, hij is groot.
Ja, lekker. Oh, we zijn wel puntjes aan het harden, hoor. Tentenkroertje. Die is niet helemaal in beeld, dus ik ben heel benieuwd. Maar we komen toch uit op Platinum. Nice. En een betere foto van een Mantine. Gaan we naar level 2. Kunnen we gelijk gaan zien wat hier nog meer onder water gebeurt. 35.000 punten hebben we nodig. Ja, ja. We hebben hem in één keer. Nice! Echt maar net hoor, want we hebben 37.000 punten. Maar hey, dat maakt niet uit. We kunnen gewoon gelijk door. Ik hoop gewoon dat we ooit een keer Gyarados gaan tegenkomen hier ergens onder water. Dat zou toch super dope zijn. Ik bedoel, we zijn er zoveel Magikarps tegengekomen. Waar is Gyarados? Huh? Die Pelipper zit gewoon onder water te chillen. Dus even kijken wat we allemaal kunnen doen hoor. Hoi Magikarp. Dit is een mooie Magikarp foto. Eerlijk is eerlijk. Dat was een mooi Magikarp shotje. Finians zitten nu allemaal verstopt in tussen het koraal, joh. Oké, ik hoor niet zo heel veel. Ik zie nog niet zo heel veel. Ik ga er wel een beetje vanuit dat hier wel een Pokémon vandaan moet komen. Of dat we daar misschien naartoe moeten kunnen straks. Oh, wat is dit? Wat is dit? Hey, Cradily! Yo! Ik moet even vanaf deze kant fotograferen, denk ik. Die is trouwens best wel groot. Ik wist niet dat Cradily's nog zo groot waren, joh. Ze maken ook geluid. Ze worden trouwens niet echt lekker wakker. Ze liggen allemaal een beetje te maffen. Net als deze papi nog steeds. Daar is de een wakker. Ja, die is wakker. Nice. Die is lekker wakker geworden hier zo. Alsjeblieft. Gaan we lekker appeltje eten. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Ga je nu lekker een move doen? Oh, yay. Doei, Cradily. Oh, nu is Wilmer daar, maar zijn maatje is er niet. Zijn Octillery is er niet. Octillery is gewoon verdwenen. Die denk je, laat mij niet twee keer schrikken, vriend. Hey, Wilmer. Die is lekker een sonatje aan doen of zo. Wat lachen, hij keek gewoon precies de lens in. Oh. Oh, hij maakt de Quillfish boos. Niet boos maken. Oh, wacht. Ik moet die... Oh, ik had waarschijnlijk een appel op die Quillfish moeten gooien. Dan was er iets gebeurd. Hey, Clouncer. Niet gelijk wegzwemmen, jongen. Kom even terug. Kom hier. Ja, lekker. Kijk, 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 kijk. Cool. Oh, wat een vet Pokémon. Oh, ze schieten op elkaar. Ze zijn aan het battelen. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Zijn jullie ruzie aan het maken? Pak hem. Alle tentencrews zijn trouwens nu weg hier. Oh, er zwemmen erboven nog een paar tentencrews. Daar chillen best wel veel love discies trouwens tussen die stenen. Oké, we zijn bijna klaar. We hebben nog tentencrewtjes. De meeste die zijn gewoon lekker, weggegaan. En we zijn weer boven. Ik vind het wel leuk dat er iets meer variaties in de levels komen. Want ik had net het gevoel dat ik echt het hele laatste stuk alleen maar tentencrews had. Hoppakee, nieuw Pokémon, Cradily. En we hebben gold. Oké, ben ik voor nu tevreden over. En Clouncer. Die ziet er wel heel mooi uit in dit spel hoor. Echt heel cool. Met die lichtinval ook. Oh, we moeten een kristalbloempje fotograferen voor hem. Dan krijgen we waarschijnlijk weer die kristalbloemballen voor de... Ja, onder water. En voor de strand en zo. Oh, kijk nou. Hier is die Clouncer ook gewoon. Die chillt hier ook al gewoon, joh. Kijk hoe die zwemt trouwens. Hij zwemt echt met zijn schaar gewoon. Wat cool. Waarom heb ik die net niet gezien? Kijk, hij gaat hier naar links. Maakt hij dit open? Maak je dit open, Clouncer? Hè? Wat is daar de bedoeling van? Wacht even, we moeten hem wakker maken. We moeten hem wakker maken, want anders kunnen we dit ding niet fotograferen. Ah! Ga weg daar! Ga weg daar! Ik moet die kristalbloem hebben. Ga weg, Luminion. Ja, 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 we hebben hem. Dus daarom ligt hij daar te slapen. Hij ligt er op die kristalbloem. Oké, we gaan nu proberen om een Fluffroot te gooien op die Quillfish. Naast Wilmer komt straks... Kijk, die komt hier aanzwemmen. Dan wordt hij volgens mij... Gaat hij zich oppompen... Of moeten wij eerst scannen? Kijk, kijk, kijk. Gooi iets op hem. Gooi, 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 gooi. Gooi die bal. Gooi, gooi, gooi. Ja, ah, hij doet niks. Hij doet niks. Waarom doet hij niet? Ik dacht echt dat hij iets ging doen. Kijk, we hebben een fotootje van het kristalbloempie. Hatseflats. En dan gaat professor Spiegel zeggen dat we nu Illumina Orbs kunnen gebruiken op de Maricopia eilanden. Dan gaan we eens even strooien met Illumina Orbs, jongens. Hatseflats, die Magikarpie. We moeten vooral even op zoek naar die planten natuurlijk. En wat zou er gebeuren als we deze Clouncer helpen? Ik heb nu een Illumina Orb op hem gegooid. Zou die nu sterker zijn of zo? Zou hij nu bijvoorbeeld hier een nieuwe opening voor mij kunnen maken? Kijk, hij schiet hier wel keihard op. Ja? 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 Ja, nice! Lekker, Clouncer! Dus nu kunnen we hier in deze grot. Dit is een alternatief pad wat we nemen. En Clouncer heeft ons daarbij geholpen. En volgens mij moest je inderdaad hiervoor een Illumina Orb op hem gooien. Oh, wat... Oh, ja! Chinchus! Heel mooi! Oh, ik wil even... Ja, kijk deze Chinchu. Cool! Je bent vet. Je bent awesome. Yo. Heel nice. Oh, dit is gewoon een heel nieuw stuk, jongens.
Dit is gewoon echt een dikke geheime weg. Oh, yeah. Oh, je Magikarp. Wat zit hier allemaal? Wat zat daar? Zat daar een lantern? Ik hoop dat ik geen lantern gemist heb. Daar zat een kristalbloem. Oh, daar kon ik dus een bal op gooien. Oké, cool. Even scannen. Of zal ik er gewoon een dingetje erop gooien? Een orpie? Dat helpt niet zozeer bij Tentacruel. Even kijken hoor. Oh, nu komen we gelijk hier onder water uit. Maar hier zaten dus gewoon Chinchus verstopt, joh. Nog meer Tentacruels hier allemaal. Hier zijn de Wilmers. Oh, Finians. Nice. Oh, weer een nieuwe Pokémon, de Frillish. Ja hoor. Ja hoor. Oh, 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 wat gebeurt er? Het zijn meerdere Frillishes. Wow. Er zijn superveel Frillishes hier. Kijk, kijk, kijk. Die kunnen we ook Illumina orben. En dan gaan ze ook iets bijzonders doen. Super cool. Oh, yeah. Dit is cool. Ik vind het zo vet, hè. Hoe mooi deze Pokémon game is. Het is echt fantastisch. Kijk, daar is er eentje geïllumineerd. Geïlluminarinoord. En daar zijn lanterns. Ik wist het, jongen, dat hier lanterns waren. Ja. Kijk, die lanterntjes daar. Yo. Dit is echt een hele nieuwe route, joh. Wat is dit? Dit is een scheepswrak of zo, denk ik. Dit is een oud schip of een oude pilaar of zo. Ik weet niet zo goed wat het precies is. Ah, daar is Golissopot. Yo. Hey, kijk. Cradley. Hallo. Yo, Golissopot. Moet ik jou illumineren? Of moet ik Frillish illumineren? I don't know, man. I don't know what I have to do. Ik kan hier iets scannen in ieder geval. Hier zo. This buried pot seems to date back to some ancient blablabla. Misschien als ik hun inderdaad allebei aanzet... Dat er dan iets gebeurt of zo? Of moet ik hem ook aanzetten? Golissopot, doe eens iets. Hier, een appel. Oh, sorry. Sorry, Frillish. Ik wilde geen appel op je hoofd gooien. Ik kan hier nog iets scannen. Ik word helemaal gekke, joh. Ik kan hier zoveel doen. Wat is dit? Ancient inscription. Maar ze kunnen het niet lezen. Prachtig. Prachtig, al die Frillishes. Oh, hoi, Golissopot. Word eens wakker, vriend. Dit Golissopot is gewoon een standbeeld hier onder water. Wat zit je te doen? Die Golissopots die doen gewoon niks. Hallo, Cradley. Oké, we zijn bijna bij het teleportpunt. Ben benieuwd. Gaat hier nog iets gebeuren? Of was dit het? Ik denk dat dit het was. Ik denk dat we er zijn. Super vet om zo'n geheim pad gewoon te ontdekken. Dit was dus een heel nieuw deel in dit level. Heel cool. Ja, en zo kom je dus best wel allemaal nieuwe Pokémon tegen. Bijvoorbeeld deze Chinchu. En natuurlijk Frillish. We zijn ook Lanterns tegengekomen. Ja, en Golissopot. Maar wat die precies aan het doen was? Golissopot die lag echt alleen maar te slapen. Chinchu! Perfecte foto wel hoor, dit. Zo, die is mooi in balans. Kijk, dikke diamond ook. Nice. Frillish! En Lantern die. En Golissopot. Rawr. Ik wist helemaal niet dat hij zo diep in de zee leefde, joh. Ik leer gewoon dingen van nieuw Pokémon Snap. Oeh, die is nog diamond ook. Nice. Ik denk niet dat we 40.000 punten bij elkaar hebben gespeeld. Nee, nee, nee. We hebben ongeveer 20.000 punten bij elkaar gespeeld. En hij heeft weer wat te rapporteren, jongens. Professor Spiegel. Wat is er nou weer, meneer? De professor zegt... Hé, die ruïnes die je net hebt gevonden, hè, op de zeebodem. Ik weet zeker dat ze geconnect zijn met een Illumina-Pokémon. We gaan de Illumina-Pokémon hier onder water vinden. What? Oh, wat vet. Jongens, die Illumina-Pokémon gaan we natuurlijk zoeken in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je die video ook wilt zien. Het wordt super tof. Die video komt morgen. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Wickertju. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel.